Ja, hallo allemaal, dit is Bjorn, oftewel Bliefjes, en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Firmbus Coach Simulator, met een Bliefje natuurlijk. En vandaag, dames en heren, wil ik het, is een beetje in het hoge, tussen weer haakjes, het hoge noorden gaan rijden, tussen Groningen en Willemshaven, wat hier lekker mooi bovenin ligt, zo vlak boven Bremen. Het lijkt me wel even leuk om dat stuk met jullie te gaan rijden. En even kijken, dat zou ik dan met de VDL kunnen doen eigenlijk. En dacht ik van, nou ja, laat ik me even de grote en lange versie pakken. Ik weet alleen niet of ik... Nee, ik heb hier geen andere van. Aan de andere kant vind ik ook wel leuk om even met een custom bus te gaan rijden. Maar dacht je van... Even kijken, Holland Travel is wel een geinig om te doen. We hebben nog meer. Universe Reisen hebben we nog. Skyliner Leave. Ik weet niet wat hiermee gebeurd is, maar dat lijkt me heel erg... Eurolines. We hebben nog Keolis, de Megabus. Ik denk dat ik toch op zich Holland Travel wel een beetje grappig vind om te doen. Want we vertrekken toch min of meer vanuit Duitsland. Dus why not, weet je wel? Dus laten we deze gewoon eventjes pakken. Ik denk dat tijd wel... Ja, we pakken gewoon eventjes wat het nu is. Lekker een beetje de namiddag, lekker rustig. Dus laten we dat vooral eventjes gaan doen. Even kijken. Nou, we beginnen dus natuurlijk zometeen in Groningen. Dan gaan we de grens over naar Duitsland. In ieder geval een leuk stukje om te rijden in ieder geval. Laten we gaan kijken wat er vandaag allemaal voor ons... allemaal voor ons in petto is natuurlijk. Dat is ook wel even een dingetje. Dus, nou, we staan er dus. En het zal ook niet anders in Nederland. Het regent. Gelukkig hebben we wifi aan boord. Dus dat scheelt dan weer. Zo. Gelukkig regent het niet door de bus heen. Dat scheelt dan wel weer. Gaan we zitten. We doen deze eventjes aan, zodat passagiers weten waar we heen moeten. Nou, voor de rest doen we helemaal niks. Want we mogen al beginnen met inchecken. Oh ja, we doen wel even de... De laadruimte open, anders kunnen ze hun koffers niet kwijt. Dat is wel lastig. Zo. Hier mijn ticket. Hier mijn ticket. We zijn gewoon in Nederland hoor, maar dat maakt op zich niet heel veel uit. Waar gaat die heen? Nou, dat is niet mijn, mijn plekje. Willemshaven, dat is goed. Die gaat ook naar Willemshaven. Hallo, ik benötige nog een ticket. Die wil graag naar Willemshaven. Geen probleem. Dankeschön. Alsjeblieft. Willemshaven, ik vind het goed. Willemshaven, dikke prima. Helemaal goed. De ene keer doe ik een express check-in. Ja, dat doe ik. Prima. Kan ik bij u een ticket kopen? Ja hoor, je kunt bij mij wel een ticket naar Willemshaven kopen, want jij wil een grote vriend. Doen we allemaal, geen probleem. Zo. Helemaal goed. Nou, volgens mij was dat iedereen. Die mevrouw is toch verkeerd. En die wil niet mee. Nou, start the ignition. Laat maar doen. Zo, die is mooi gestart. Airconditioning. Die. Mag het warmen. Die gaan dicht. De parking brake die mag vast los. Nou, ik weet niet of de... Lichten zijn wel handig inderdaad. Die zijn we niet nodig. Ho. Even kijken, we mogen nog langer niet vertrekken. We moeten eerst even zo doen. En ik vraag me nou ook even af wat de knop ook alweer hierop is voor de... Bingo! Squeak, squeak. Nou, we mogen eigenlijk pas om 53 vertrekken. Het lijkt trouwens wel alsof op deze bus geen regendruppels kunnen vallen of zo. Ik ga nog heel even snel kijken naar de... Kijken, controls...
Dit is de Neoplan volgens mij. Ik ben hier even op zoek naar de Wipers Faster. Even kijken. Ja, F4. Wat is... Oh, dit is Wiper Faster en dit is Slower. Oké, prima. Dan weet ik dat ook weer. Nou, nu moeten we alleen nog heel eventjes wachten totdat wij... Oh, daar hebben we. Zo, zullen we ook het hebben. Tot het 53 is. En als dat zo is, dan mag de, ja, dan mag de pret beginnen. Dan gaan we toeren. Vanuit het mooie Groningen. Nou ja. Het is net zo regenachtig als always in ieder geval. Dus dat is wel een klein beetje jammer. Ja, het is 53. Dan zetten we een Digital Mobile Start Right. En dan gaan wij hier invoegen. Oh, wauw. Wie heeft hier letterlijk zo even het licht uitgedaan? Goeiedag, hé. Zo. Let's go, also, zou ik zeggen. Zo. Nou. Even de parking brake erop. We kunnen natuurlijk even wel voor ons kijken, natuurlijk, geen probleem. Oh. Squeak! Toch pak ik elke keer weer... Een klein beetje de stoep mee valt mee op. Dat is helemaal niet de bedoeling om de stoep mee te nemen, maar goed. Nou, zoals jullie weten is dit dus van dezelfde... uitgeverij als van het spel The Bus. Alleen Furbus bestond natuurlijk al een stukje eerder, dus dit spel is een stukje verder ontwikkeld, om maar zo te zeggen. De Quickfit garage, nice. Koud? Kiel, het is 21 graden in die bus, come on. Je rijdt wel vrij vlak achter, vriend. Ja, dat wordt helemaal niks. Ik gooi me ervoor. Sorry, jongens. Ik denk als ik het niet ervoor had gegooid dat we nu nog aan het wachten waren, namelijk daar. Oh, je mag hier 100 in één keer, ja? Prima. Welke moeten we hebben? Oh, dit is... Oh, hoor dat ding gas geven. Dat is toch awesome.
Dit is trouwens ook wel mooi. Of zo'n heel hoog... ja, we noemen het een kruispunt of wat dan ook. Maar ik vind het wel stoer om hier overheen te gaan, hoor. Nou, nu alleen nog even invoegen. Ho! Splash met water. Dat doen we ook nog even in ons gezicht. Zo! En nu kunnen we een mooi stuk karren. Even cruise control erop. Maakt het voor mij even een stuk makkelijker. Ah, het is wel echt typisch Nederlands weer, zou je zeggen, hè? Dat is wel echt verschrikkelijk. Ook wel leuk trouwens, die waterspetters die je nu achter auto's aan hebt. Dat zie ik niet heel veel, maar dat maakt het wel een keer wat leuker. Nou, ik wil nog even een screenshot maken trouwens. Ik wil inhalen. Sorry. Ah, was maar light accident, jongen. Maar goed, ik wil dus een screenshot nemen. We doen even wat really matters natuurlijk. Even kijken. Zoep. Het is ook wel leuk om toch wel even die auto ook wel in beeld te halen. Maar. Huppakee, image quality super deluxe hoog. Ik wil elk druppeltje op de bus zien, jongen. Maar dat zie je ook wel letterlijk trouwens, daar niet van. Field of view, wat ermee bedoeld? Oh, zo dit. Oh, cool. Ja. Even kijken hoor. Je wil natuurlijk het ideale screenshot hebben. Dat snapt iedereen wel, maar... Ja, dit is natuurlijk wel in één keer te blurry. En dit wordt ook heel erg. Ja... I don't know. Ik laat het wel eventjes zo, denk ik. Anders ben ik langer met de episode bezig met het maken van een screenshot dan something else. Dat is ook niet de bedoeling. Zo, flink met DRS erachter en hoppakee. Momenteel moeten we nog 150 kilometertjes rijden. Dus op zich wel lekker. Zometeen de grens over. En daar in de verte zie ik al een collega bus. En we zijn de grens over trouwens. Welkom in Duitsland.
Zo, ik ga even inhalen, collega. En veel plezier achter die vrachtwagen, Easybus. Zo, heerlijk. Oh, dame, de rare templatebus die staat er ook weer. Zo, even de koerscontrole aanzetten, dankjewel. Weet je wat me mooi uitgeleek? Als je hier gewoon ergens een regenboog had. Ik bedoel, de weercondities die staan er helemaal mooi na. Ik bedoel, ja, hoe zeg ik dat? Regen en zonnestralen en zo. Ik vind het wel lekker rijden zo, eerlijk is eerlijk. Ik rijd natuurlijk het liefst ook altijd over de snelweg. Waarom gaat die auto nou in één keer flink kleven achter? Ik snap er niks van. Hij haalt me eerst gewoon knoepershard in. En vervolgens bleef hij hier achter plakken. Het zal wel aan mij liggen, denk ik, maar goed. Wel veel flixbusjes op de weg, zie ik al wel. Langs wil gaan, bussie. Even snel, want ik wil die vrachtwagen inhalen. Kerel, gaan we... Nee, dit ga je nog niet doen, hè? Zo. Oh, wat een ruige bocht voor een snelweg, jongens. Foei. Hey, weer zo eentje. Die wil met alle geweld wil hij langs mij heen. En vervolgens blijft hij achter een truck hangen. Dat snapt echt helemaal niemand. En ik vooral niet. Even kijken, Wilmshaven is nog in mijn gradaus. Prima. Dan blijven wij... Sorry, ik moet ervoor. Kerel, ik zei toch, ik moet ervoor. Daarbij mag ik nog geen zondags rijden. Oké, dat ging goed. Ik moet wel eerlijk toegeven, ik was wel iets te laat daarmee.
Waarom blijft hij daar nu gewoon staan dan? Oh, je kunt wel zien dat dit wat slechter asfalt is volgens mij wat er nou ligt. Wel leuk dat daar een soort van onderscheid in wordt gemaakt. Oké, okay, leuk dat het er stond, die, hoe heet dat, die 60 km per uur, maar ik zie er geen reden voor, eerlijk gezegd. Dit ziet er meer als een waarschuwing uit, dus ik denk wel dat hier misschien iets kan zijn. Want de snelheid wordt nu ook echt afgedwongen. 100. Oh, misschien einde snelweg, dat is dat meer de bedoeling ofzo. Zo, dames en heren, wij komen nu aan in Willemsheim, als het goed is. Yes. Oh, mocht je nog ietsje sneller schijnbaar. Schijnbaar nog een beetje buiten de bebouwde kom of zoiets dergelijks. Ja, denk je dat? Doei. Moet je kijken hoeveel stoplichten je hier hebt, joh. Dat is ook niet normaal. Nou ja. Ik denk dat het in een gemiddelde normale stad wel heel... Of een gemiddelde stad wel heel normaal is, maar goed. Rij je, vriend. Dat was zeker wel oranje. En dat was ook zeker wel weer een stoepje. Al moeten we daar stoppen, are you kidding me? Gassen. En het is oranje, ik heb het gezien. What the?
Wat is dit, jongens? Kom op. Zo. Hé, het was net toevallig groen. Dat is mooi. Squeak. Het lijkt alsof die wipes alleen maar aangaan op het moment dat je er... Are you kidding me? Oh my god. Dat valt wel onder het typische geval van pech hebben, denk ik. Ja, kijk, nou gaan ze wel aan, die ruitenwissers van mij, hè. Voor mij gaan ze echt alleen aan op het moment dat ik stilsta. Want als ik aan het rijden ben, dan lijkt het erop dat ze op hun eerste geen last meer hebben. Of komt het door de knoppen waar ik op druk, of... Nou ja, misschien snap ik het niet, maar... Zo. Hoppakee. En we hebben wat unlocked, dat is altijd mooi. De deur open. Zo. Iedereen blij, iedereen leeft. We hebben het ook gewoon overleefd, dus dat is altijd mooi. Goed, dames en heren, dat was dan de aflevering voor vandaag. Ik hoop natuurlijk dat jullie hem leuk vonden. Zowel, dan kunnen we even een blauw duimpje omhoog doen als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En als je graag meer van mijn episodes wil zien, dan kun je uiteraard abonneren op dit kanaal. Voor nu iedereen heel erg bedankt voor het kijken en uiteraard tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.